Hallo iedereen. Vandaag dag 1 van NoFap. Het is lang geleden, mega lang geleden. Ja, ik denk dat mijn laatste video een goede 4-5 maanden geleden is. Wat is de reden waarom ik zo lang geen video heb gemaakt? Om eerlijk te zijn, weet ik het zelf eigenlijk niet zo goed. Ik heb er eigenlijk geen reden voor. Geen goede reden. Ik heb eigenlijk een excuus. Dus, het is de eerste dag terug van NoFap. Maar iets wat ik in dit jaar heb ontdekt, is de dopamine detox. De dopamine detox, wat houdt dat in? Dat houdt in dat je jezelf, in het Engels abstained, dat je jezelf onthoudt van bepaalde dingen. En met die dingen bedoel ik externe entertainment. Dus dat wil dan zeggen geen YouTube, spelletjes spelen, dus ook dat PlayStation, die ding. Geen televisie, geen series, geen films. Dat je voor bepaalde tijd daarvan onthoudt. Dat je je tijd dat je daarin steekt, dat je dat terugneemt en dan kan je dat eigenlijk in iets productiever steken. En dat is een van de redenen waarom dat mensen een dopamine detox doen en kunnen gebruiken. Ik zeker. Om het even in perspectief te brengen, dit laatste jaar, sinds februari 2020 tot nu maart 2021, was totaal geen goed jaar op vlak van NoFap. Het langste dat ik geen porno heb gekeken in combinatie met niet klaarkomen, dus zelfbehoud, is waarschijnlijk nog geen 2 weken. En dat vind ik zot, dat vind ik echt crazy, omdat vorig jaar, februari 2020, was mijn streak van, ik weet niet hoe je het Nederlands moet zeggen, van 5 maanden, dus dat was een goede 5 maanden, niks van porno, niks klaarkomen, kwam ten einde. En nu zijn we een jaar verder en nog geen 2 weken. Dus ja, ik vind dat heel erg. Ik vind dat heel erg. Ik kon er natuurlijk niet blijven bijzitten, bij de pad zitten. Maar het is goed dat ik er een keer een video over maak. Want dat toont me wel aan dat ik dingen moet veranderen. En daarom kom ik bij deze dopamine detox. Dit is op mijn eerste dag. Dus wat is dat, like dat ik zei, een dopamine detox? Je onthoudt jezelf van bepaalde dingen. En een van de redenen waarom je dat doet, zoals ik ook zei, je onthoudt je tijd ervan. Maar wat dan nog een reden is, is dat je voelt je gewoon veel helderder in je hoofd. Ik voel me emotioneler, veel meer stabiel. Veel meer motivatie. Ik vind dat echt zat. Dat is echt crazy. Ik heb 1 week een keer gedaan, volledig. Dus dat was eigenlijk niks van een laptop, geen gsm, geen televisie. Alleen gsm gebruik je enkel voor je werk of om mensen dat je moet bereiken, dat je die bereikt, maar voor geen ander doel gebruik je dat. 1 week heb ik dat kunnen volhouden, een paar keer, eigenlijk 2 keer of 3 keer heb ik dat een week kunnen volhouden en dat is echt zat. Maar ja, maar in geen zin. Dus op dit moment werk ik ook als bij Uber. De zon zit hier schone. Dus bij Uber werk ik nu ook als delivery guy. En ja, ik vind het echt een zalige job, maar oké. Oeh, strong demand in your city tonight. Dus waarschijnlijk vanavond had de kassa zijn. Dus ik vind de max Uber, maar dat werk vraagt me wel om alert te blijven. Alleen eigenlijk
Hoe zeg je dat? Standby te staan. Ik moet standby staan. Ik werk meestal, ja, ik werk van 11 uur tot 10 uur. Waarom doe ik dat? Omdat ik alle bestellingen wil doen dat ik kan krijgen. Meestal zit ik juist niet aan 10. Dus ik verdien juist geen 500 euro per maand. Maar ik vind de max. En vanaf dat ik die Deliveroo aan, de Deliveroo app, dat ook verbeteren. Dat ik nog meer bestellingen kan doen. Maar terug naar de dopamine detox. Er zijn verschillende niveaus in. En fuck, dat is heel erg warm. Putain. Godverdamme. Beetje zet. Dat is mijn lastje toe. Dus er zijn verschillende niveaus in de dopamine detox. Ja, de lichte versie is dat je zelf pakt een uurtje per dag, een uur en een half, toch toelaat om een keer te gamen, om een serie te kijken, maar een uur en een half max. Dan heb je de lichte versie, dan de normale versie, is dat je enkel op je vrije dagen, dat je werkt 9 to 5, enkel op je vrije dagen, of één dag, dat is misschien ietsje moeilijker al, dat je jezelf toelaat om die ding te doen. Dus één of twee dagen, dat is de normale modus. En dan heb je nog de harde versie, en dat is dan totaal niks, dus dat je volledig onthoudt van al die dingen. En daarmee bedoel ik dan ook fastfood en ongezond eten, dat je dat ook volledig weg doet. Enkel gezond eten. Dus ik ga nu beginnen met de lichte versie. Dus een uur en een half per dag dat ik iets van entertainment mag gebruiken. Dus een serietje hier en daar. En ik vind dat ik dat wel kan gebruiken. En kan doen. In vergelijking met iemand die misschien ook een dopamine detox wil doen, maar die dan echt een 9 to 5 heeft, die niet thuis paraat staat om te werken. Omdat ik gewoon heel veel, er zit ook heel veel tijd tussen bestelling 1 en bestelling 2. Dus dan wacht ik thuis op de volgende bestelling. Dus ik heb heel veel tijd om met mezelf te zitten en niks te doen, maar gewoon te zitten en in connectie te komen met mijn diepere ik. En dan gedachten om daar gewoon mee te zitten. En niet veel mensen kunnen dat. Als je aan het werken zit, ben je bezig met je werk. Of dat je nu bewust bezig met je werk, of je zit in je gedachten en toch je werk aan het doen. Er is niet veel tijd om bij jezelf te zitten. En ik ken dat wel. Dus vind ik het iets moeilijker om al een moeilijkere versie te doen van de dopamine detox. Dus bij deze. Dus ik begin met de lichte versie van de dopamine detox. Een uurtje en een half per dag max. Uiteindelijk wil ik dat wel naar een hoger niveau brengen. En een van de doelen dat ik ook heb, is altijd om 8 uur opstaan, om 11 uur gaan slapen. Elke dag mijn oefening doen, mijn meditatieoefening. En dat gaat mijn focus zijn op deze video's ook. Om jullie daarover te updaten. Dus ja, vandaag is nog geen vetten bij Uber. Ik heb nog maar één bestelling gehad. Ik ben nu ongeveer bijna een week bezig. Maar voor deze week zit ik al een goede 180 euro al. Dus wel een stava. Ik wil dat toch graag naar 300 euro brengen. Dan heb ik een goede 1200 euro in de maand nu. Dus ja. Ik hou jullie up to date en ik zie jullie morgen voor dag 2 van de dopamine detox /NoFap. Peace.